Publiek, wat? Waarom kijken jullie naar? Komt even een peloton aanrennen. Waarom kijken jullie naar mijn harige... hoe heet dat eigenlijk? Hoe heet dit? Wat is dat? Ik noem het nu stootkussen. leuning? Hoofdleuning? Hoofdleuning? Ja, laten we daar ophouden. Goeie, het is nog steeds morgen. Goedemorgen, deze morgen. We zijn wederom in Arnhem. Bij mijn mooie school en danszaal. In school. En Neil Fisk Alto. Sponsor? Nee, geen sponsor. Nou, wel VRD. 9VDR99. Sorry, ik zei VRD. Fout, ik weet het. En ik heb hem morgen school. Goed, hè? Ik kon gisteren geen film plaatsen, want ons internet ligt eruit en mijn telefoon die zegt nee, ik ga niet via 3G naar de werk uploaden, krijg mij helemaal een viel zelf maar in. Hebben jullie dat ook? Als je een filmpje hebt gemaakt en je wil hem uploaden vanaf je telefoon, dat hij dan zegt nee, doe ik niet. Dat je of wifi nodig hebt of dat je het via de pc moet doen. En waar ik dus gisteren geen van beide had, ja, ik had ze wel, maar geen internet. Want vanaf het modem naar de computer deed hij het. En vanaf het modem naar de telefoon, dus wifi, deed het ook. Alleen voor de modem, dus vanaf glasvezelaansluiting naar modem toe. Of, ik weet niet, in ieder geval voor het modem deed hij het niet. Maar goed, daar gaat niet om. Ik ben nu op school en ik heb een afspraak met Ingrid over inschrijving. Dus... een beetje mazzel, maar ik maandag aan de bak. Dat hoop ik wel. Het is druk op school. Op vrijdag. Pff. Bijna weekend trouwens. Vandaag is mijn lieve zusje jarig. Woehoe, high five. Ik heb gezegd tegen mijn zusje... Zus. Zus. Ze heeft zus. Je. Ik noem het altijd zusje. Van, ik heb nul ideeën wat ik voor jou moet kopen. Want... ik ben 22, jij bent 24 nu. Je bent nog geen half Sarah, dus jammer. Maar ik moet wel iets voor je hebben natuurlijk. Nou, weet je wat, zegt ze. Ga een kutje aan de stad, dan ga je gewoon wat kopen voor mij. Zoek je uit en koop jij het. Betaal jij het. Ja, zo deed ze het. En ik heb hier, ik weet niet wat het is. Puist of zo. Ik weet niet, hij kwam in één keer opzetten en is nog niet weg. Gisteren had ik hem ook al. Woensdag ook al, volgens mij. Volgens mij wel. Maar in ieder geval... daarvoor ben ik nu dus hier, voor het gesprek. Niet voor het cadeau, voor het gesprek. En ik ben benieuwd. Ik had een mailtje, of ze hadden me gebeld. En gezegd van, ja, ik begreep dat het niet helemaal goed was gegaan met de inschrijving. Ik zeg, nee, dat kun je wel zeggen. Ja, als je morgen, ze belde dus gisteren, als je morgen op school kan komen, half, ja, dan probeer ik het te regelen. Met twee keuzevakken moest ik ook. En ik kies sportmassage en fitness, want ik wil fysiotherapie doen. Dus dat. Dat ga ik doen. Ja. Heel veel mensen lopen bij. En nu ook een paar voor de auto langs. En een scooter. Ze hebben straf. En nu zeg maar. Knet op te laat. Kan natuurlijk ook. Je kan niet alles helpen. Nee. Klopt, inderdaad. Loop er wat voor me. Let op. Het lijkt alsof ik een militaire baas ben. Dus ik voel me heel... heel erg omgemaak, ja. Nee. In ieder geval. Raar stilte even. Kan dat soldaat langs liever? Ja. Oké, soldaat in opleiding misschien. Mariniers. Geen mariniers, nee. Voor vrede en veiligheid. Losers. Oké. Nee, respect. Want hun moeten straks ons beschermen. Ooit op een dag. Sorry, dat was mijn vinger. Maar ooit op een dag moeten hun ons beschermen. Dus ik vertrouw jullie. Is goed hè, zeg dat. Ik durf dat te zeggen nadat ze weg waren. Oké, in ieder geval 5 minuten alweer verder.
Ik ga maar eens zeggen van, goh, ik ben er, ik heb afspraak, ja. En dan ik ben benieuwd hoe het gaat. In ieder geval, ik hoop ook dat ik hem kan uploaden. Laat een berichtje achter dat als jij geen internet hebt of geen wifi, hoe jij hem uploadt. Want mijn telefoon, nee. Een andere wifi, ja, dat kan wel. Wat? Laat een berichtje achter dus hoe jij dat doet. Waar jij op school zit, heb je ook mensen van het leger? Of in de opleiding voor het leger bij jou op school zitten? En een danszaal. En zit jij in Arnhem op school, Doetinchem, Nijmegen, weet ik veel waar, Groenlo, ergens. Pas berichten, subscribe, vind de video leuk. En dan zeg ik Dennis uit.